Minister-president Mark Rutte komt op maandag 12 september aan in Suriname voor een tweedaags bezoek. Met Rutte, die op uitnodiging komt van het Surinaams staatshoofd Santokki, reist ook mede-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreiner-Macher. Naast de bilaterale gesprekken tussen de regeringsleiders staat er ook een ontmoeting gepland met het bedrijfsleven. Verder staat op het programma een buitengewone openbare vergadering in de Nationale Assemblée, een bezoek aan het mangroveproject De Weg naar Zee onder leiding van professor Naipaul en een ontmoeting met het Nationaal Comité Herdenking Slavernij Verleden. Bij de aankondiging van zijn bezoek aan Suriname afgelopen juli benadrukte Rutte dat hij niet komt voor het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Het is al langer dan 10 jaar geleden dat een Nederlandse minister-president Suriname bezocht. Vandaar dat tijdens het aanstaande bezoek er meer zal worden gesproken over de toekomstige relatie van beide landen en over veiligheid. Een jaar geleden, in september 2021, was president Santokki op bezoek in Den Haag, alwaar hij Rutte uitnodigde voor een tegenbezoek.